laatste maand. Denk eens een nieuwe baby. Ja. Naar de verloskundige. Want dan kun je elkaar dus vergiftigen. Alles moet nog geregeld worden in mijn boom is omgewaaid. Zie je dat? Gek, hè? En nu mag je dit andere dopje en de andere. What? Bedacht? Ik kan zo lopen. Jij ja, kan. Een hele goede morgen, jongens. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Theme Park Kids. En nu het huis steeds leger wordt, is er natuurlijk niks leukers dan de hele dag met een step door het huis heen. Dus die jongens die zijn de hele dag alleen maar aan het steppen. Die moeten we ook maar meenemen naar Spanje. Wat vind jij? Goed idee, hè? Iedere dag steppen. Dan kun je iedere dag steppen. En kun je ook heel goed in de tuin steppen. Ja. En onze boodschappen gaan doen, gaan we op de step. Het is namelijk heel heuvelachtig in Spanje. Oh. Ja, het zijn best wel hoge bergen. Dan moet je met de step de berg op. Ja, maar dat wil ik niet. En weer af. Dat is nog leuker. Dan ga je zo roes, zo naar beneden. En dan ga ik om me rennen, want als ik je in het water van... Wah! Ja, dan heb je natte kleren. Hey, maar vandaag is de laatste hele week voor Elliot naar school. Ja, vandaag is de laatste maandag, zeg ik het goed? Ja, maandag dat Olly naar Femke gaat. En de laatste maandag dat Elliot hier naar school gaat. Dus we hebben net even lekker broodje gegeten. Heel groot voor school gemaakt. Wij gaan blijven steppen. Tot we honger hebben. Ja, de laatste week gaat in, jongens. Het voelt heel onwerkelijk. En er zijn ook best wel wat dingetjes die nog echt geregeld moeten worden deze week. En onvoorziene dingen die nu op ons pad komen. Nu we in de laatste week aanbreken van dat we hier in Nederland wonen. Dus er valt best een hele hoop te regelen deze week. Ik heb straks ook nog wat afspraken. Waaronder bij de mondhygiënist. En bij de verloskundige. Die even mij helemaal binnenstebuiten keert. Om even alles te checken of alles goed is. En een fit to fly. Een certificaat of dingetje, hoe noem je dat eigenlijk? Een fit to fly. Nou ja, documentje voor mij gaat uitschrijven dat ik in ieder geval fit genoeg ben om de komende tijd nog te vliegen. Gaat even kijken of alles goed gaat met de baby. Mike die gaat zich vandaag voornamelijk heel veel bezighouden met mails en administratie en dingetjes om dat soort dingetjes op orde te maken. Oh, wat gebeurt er achter me? Step crash. Ja, het wordt in ieder geval best wel een regeldag. Terwijl de jongens lekker genieten van hun laatste maandag, jongens. Onze laatste maandag. Oh nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, Oli gaat volgende week nog naar de... Naar de gasthouder. Die gaat volgende week nog naar Femke. Want dan komt namelijk de vrachtwagen hier om het huis leeg te halen. Nee, voor Olly wordt het de ene laatste maandag. Maar voor Elliot is het echt de laatste maandag. Goedemorgen, papa. Goedemorgen. En volgens mij ga je vandaag weer wandelen. Zeker. Ja, het is in ieder geval beter weer dan het hele weekend is geweest. Dus, Oh, ik moet mijn knuffel pakken. En je knuffel mee. Ja, op maandag altijd knuffel mee. Neem je piepiraat mee? Oh, schatje. Heb je lekker geslapen, papa? Ja. Nee. Nee. Oh, er komt zoveel op ons af, jongens. We slapen niet zo heel goed. Papa, nou, ik zou zeggen, kijk vandaag weer een gezellig dagje met ons mee. Elliot hebben we weggebracht. Ja, en kijk het. Ja? Bij Femke is een nieuwe baby. Ja, bij Femke is een nieuwe baby. Ja, die heeft allemaal nieuwe kindjes. Ja, dus jij gaat vandaag spelen met volgens mij twee nieuwe kindjes. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Ik denk dat Efron is. Je denkt dat Efron er is? Ja. Dat denk ik niet, jongen, want volgens mij is die er donderdag pas. Hey, en donderdag ga je trakteren. Gaan we de afscheidstractatie doen? Ja. Ja. Ik wil nu al bij Femke doen. Ja, dat snap ik. Nee, dat gaan we namelijk nog eventjes maken. We hebben wat heel leuks bedacht. En ook voor school morgen, want morgen ben je voor de laatste keer op school. Dus mama gaat vanmiddag ook wat voor je maken om uit te delen. Ja. En allemaal een beetje de laatste keren deze week. Voelt heel onwerkelijk nog. Ja. Heb
je knikker gevonden? Ja, ik leuk, moet even timmeren met mijn klikken. Ja. Nou, gaan we op naar Femke. We zijn inmiddels met thee in dezelfde hand als de camera. En een paraplu onderweg naar de verloskundige. Volgens mij is de camera ook allemaal een beetje nat. Het is echt super regenachtig en vies weer vandaag. Als ik dit weer zie, dan denk ik van nou, laat Spanje maar komen. Maar ik ga nu dus eventjes onderweg naar de verloskundige. En even helemaal check-uppen. Kijken of alles goed gaat. Kijk nou, dit is binnen in de praktijk. Hangt zo'n schilderij hier. Dit is namelijk ook in een oud schoolgebouw, dus het is wel heel toepasselijk. Zo'n poster erbij. Nou, inmiddels weer thuis van de verloskundige. En alles zag er goed uit. Ik moet nog wel eventjes op 1 maart een bloedtest doen. Althans, bloed afnemen. Dan gaan ze even mijn bloed controleren. Dat heb ik volgens mij vorige keer tijdens de belly update ook verteld. Want dan gaan ze aan me controleren of de bloedgroep van mij en de baby elkaar niet in de weg zit. Want dan kun je elkaar dus vergiftigen. Als ik het zo goed uitleg. Dus dat moet eventjes natuurlijk gecontroleerd worden of dat allemaal goed gaat. Dus dat is nog 1 maart. Dat is 1 dag voordat we gaan vertrekken. Nog even bloed prikken en dan stuurt ze mij die uitslag toe. Ik heb ook een fit-to-fly verklaring gekregen. Zodat ik gewoon lekker kan vliegen. En dat ik fit genoeg ben om te vliegen. Dus dat is fijn. En voor de rest zag de babybuik er heel goed uit. Hij groeit lekker door. Ik heb het idee dat ik in de afgelopen 3 weken tijdens het alles inpakken enorm ben gegroeid. Oh, nou ja, ik ben gegroeid, maar voornamelijk zij is heel erg gegroeid. Dus dat gaat eigenlijk helemaal de goede kant op. Ik loop precies in lijn met hoe het allemaal zou moeten en zo. Dus dat gaat ook heel erg goed. Maar ik ben op dit moment eventjes bezig met een lekker theetje zetten voor Mike. Want die is niet helemaal fit met zijn buik. Hij heeft een soort buikkrampen. Ik had dat dus in Spanje ook. En ik dacht dat dat kwam omdat ik iets verkeerds had gegeten. Maar misschien dat we ook wel door alle spanning en stress en misschien wat verminderde weerstand door het weer buiten. Ja, wat wil je met dit weer? Dat we gewoon iets sneller last hebben van kleine kraaltjes. Dus ik ga eventjes voor hem zorgen. Hij is een beetje aan het uitrusten op bed. Hij heeft natuurlijk gisteren ook weer de hele dag gewerkt in het zwembad. Dus ik ga even een lekker theetje voor hem maken en even een fruitontbijtje. Zodat hij in ieder geval een gezonde, goede basis in zijn lege maag heeft. En dan gaan we heel wat werk doen achter de laptops. Er valt een hele hoop te regelen, een hele hoop te doen. En ik ga een beetje de laatste puntjes op de i zetten voor wat betreft het inpakken. Ik heb bijna alle was weggewerkt en dan ga ik dat ook in dozen opbergen. En nog in wat koffers die we nog meenemen dan. Zodat we in ieder geval de komende week, want we hebben nog maar een week jongens, uit een koffer gaan leven. En dan gaan wij ons laatste volledige week hierin. Een heel raar, ja, ik zei het vanmorgen ook al. Het is echt een heel onwerkelijk en raar idee. En het gaat nu wel echt heel erg snel en dichtbij komen allemaal. Dus mijn hoofd die gaat alle kanten uit. Echt, alles moet nog geregeld worden in mijn hoofd. En in Mike's hoofd ook. Dus we lopen een beetje over met alles. Maar goed, je kan niet meer doen dan wat je kan. Maar goed, ik zorg eerst maar eens even voor een lekker gezond ontbijtje deze ochtend. Daar is hij hoor, jongens. Als het zonnetje niet buiten schijnt, dan breng ik het zonnetje maar naar jou toe. Thee? Ja, ik kan even zitten. Thee? Ja, thee. Dat is goed. Niet smakelijk. Daar hebben we Elliot weer van school. En mama, zullen we een paar van die takken nemen? Moet je kijken. Ik haal net Elliot op van school. En we gaan eventjes bij oma wat lunchen. Maar er zijn hier zoveel takken en bomen omgewaaid. Kijk, oh, die hele boom is omgewaaid. Zie je dat, Elliot? Ja. Nou, ze hebben hier flink gesnoeid. Tjonge, jongen. Echt veel takken. Oh, misschien dat we straks anders even wat takken mee kunnen nemen. Want die heb ik nodig voor Ollie's een uitdeeltractatie. Goed idee? Ja, en ik wil een lekker vuurtje voor me maken. Een vuurtje? Met hout? Ja, oh ja. Dat snap ik wel. Gaan we even inparkeren. Gaan we even lunchen bij oma. Niet weer. Ook stuk gewijd. Jeetje. Wat een storm overal. Ja. Dat is wel heel zonde. De zon is weggewijd. Ja. Alles weggewijd. Oh.
zo'n groeps, hè? Ja. En zou je laten zien? Ja, er moet schade zijn geweest bij iemand, ja, of niet? Twee auto's. Oh la la. Ja, want die hele boom is gewoon omgeknapt. Moet je kijken, Elliot. Is van die boom die bij oma is omgevallen. Even kijken. Klein. Hier. Dat mijn auto staat daar. Nee joh. En die heeft helemaal geen schade. Oh. En deze drie auto's zijn helemaal gewoon helemaal totaal los. Oh, oei, oei, oei. Ja. Jouw auto er net naast. En mijn auto er net naast. Wat een geluk gehad, ja, zeg. Jeetje. Ja. Oh. Hey. Nou, gelukkig maar. Moet ik jou vervangen? Nou, jij had vast nog wat trek om even iets te eten, hè? Dat vond hij wel even leuk bij oma. Ja. Leuk. Want je was zo dichtbij. Waar was het dichtbij? Oh, hier. Ja, bij school, hè? Ja, dat klopt. De takjes zijn buiten. Want, aangezien die takken hier toch zijn omgewaaid, gaan we er even een paar knippen voor de uitdeeltractatie voor Ollie's klasje morgen. Zijn hier een paar mooie takken? Ja, echt. Jij wil ook takken, hè? Ja. Ja. God, wat een vreemd. Zwaait. Doeg! Dag oma. Nou, gaan we op naar huis. Eerst even koffie halen voor papa. Ja, en voor mij nog wel lekkers. Rupsje nooit genoeg ben jij. Wat? Rupsje nooit genoeg ben jij. Die zit ook alleen maar te snoepen. Zodat hij groter wordt. Nou, terwijl mama eventjes bezig is om wat andere boodschapjes te doen voor het afscheidsfeest, gaan wij het volgende Mel Science ding. Ja, hoe heet dat nou? Wat hebben we vandaag? We hebben de gyroscoop. Weet je wat het is? Wat dan? Het is eigenlijk een beetje een tol. Kijk, je gaat zo ronddraaien op een touwtje volgens mij. Cool, hè? Nou, gaan we eens even kijken. Wat doen we? Wat gaan we doen? En dan kijken wat er allemaal in deze doos zit. Ja, dat doe ik wel. Nou, ja, dan word je open. Open. Ja, die gaat er even openmaken. En wat twee doosjes weer. Kijk. Ja. En hier zitten allemaal. Wat is dit eigenlijk? En... Papa? Ja. Ik weet al gelijk hoe het moet. Nou, laat maar zien. Ik denk. Nee. Niet helemaal. Zullen we gewoon een boekje erbij pakken? Want hier is het boekje. Kijk, dit gaan we doen. En wat hebben we als eerste nodig? We hebben deze nodig. Met een rubbertje. Ik denk dat die hier. Schuiven. Ja, schuiven, 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 schuiven. Ja, hij zit. Goed zo. Dan gaan we met deze erop doen. Dat is een dopje. Ja, dat ga ik doppen. Oh, heel goed. Ja, maar eerst... Eerst even een break. Een... bananenbreek. Kijk, de volgende stap die we moeten doen is dus dit erop. En dit heeft hem al volgens mij. Die hoort hierop. Wil jij hem nog op verder? Ja. Ik heb hem nog een beetje opgelegd. Wil jij hem nou helemaal op? Oh wacht, hij moet aan de andere kant op. Slim, wacht aan. Hij moet aan die kant op. Elastiekje nodig. Elastiekje? Ja, zo'n rondje. Ja, en wat? Die mag erop. Hierop. Ja. Ja, goed, net boven het rondje. Hier? Dat rondje wat je daar ziet. Ja, heel goed. En nu mag je de andere dopje aan de andere kant doen.
school. Dat wordt echt lastig. Dan gaan we het volgende doen. Dan gaan we deze pakken en ik verander dan die. En jij moet een dopje op en dat dopje zit in een zakje. En ik ben druk bezig met de rondjes erin te doen. Deze zak dan. Maar nu gaan we het moeilijker maken. We gaan het verder. Nou, en dit is het eindresultaat, Elliot. Laat het maar zien. En terwijl Elliot lekker een tol volgens mij nu ook aan het inkleuren is, ga ik mij storten op een knutselwerkje voor Olly zijn uitdelen morgen op school. Want wat heb ik bedacht? Stokken, of nou ja, eigenlijk bedacht. Ik kreeg een hele goede tip van die mevrouw die in die speelgoedwinkel werkt, waar ik wel eens vaker kom met de jongens. Die zei, nou, dat is misschien ook om een soort knapzakje te doen. Dus ik ben vorige week met Olly op pad geweest en die heeft deze twee stofjes uitgekozen. Groen met soort bloemetjes erin of zo. En schaapjes, vond hij helemaal leuk. Dan hebben we daarbij allemaal steentjes. Edelstenen hebben we gekocht. Een beetje voor mij. Ja, jullie mogen allebei, als het goed is, houden we namelijk twee edelstenen over. Mogen jullie allebei ook een edelsteen kiezen. En dan gaat er dus een edelsteen in zo'n zakje. En aan het knapzakje, dankjewel voor de schaar, doen we ook nog heel toepasselijk een mandarijn. Want we gaan natuurlijk naar Spanje toe. En daar heb je appeltjes van oranje. Dus dan is het leuk om een beetje in sfeer te blijven. Dus we gaan knapzakjes maken. Leuk hè, pap? Ja, enig. Heel, heel karwei. Doen we ook nog even tussendoor. Alles voor de kids. Je hebt hem af? Leuk. Kom even hier laten zien. Je bent een beetje ver weg nu. Oh ja. Die heb je oranje. Wat is het? Rood met geel getekend. Ja, nu gaan we erop omdraaien en gaan we eens kijken welke kleur het wordt. Alleen maar rood. Zal ik hem eens iets harder draaien? Dan kun je eens zien wat het wordt. Daar gaat hij. 1, 2 en... Oh ja, heel hard, pap. 1, 2... Oranje en rood. Ja, nu wordt het een beetje oranje. Dus geel en rood wordt oranje. Dat is grappig, hè? Dan mag je de volgende maken. Mag je ook zo'n blaadje pakken. En dan gaan we de andere kleuren maken. Dan gaan we geel en blauw doen. Ga jij dat doen? Pak maar gewoon een blaadje. Dan mag je hem omdraaien. En dan ga je geel en blauw maken. Dan gaan wij omhoog naar mama kijken. Inmiddels... Ziet het daar? Nou, er zit een steentje hierin in. Inmiddels heb ik al een heel takje gemaakt. Het is echt heel stom. Ik had dus niet op opnemen gedrukt. Maar ik heb allemaal stofjes geknipt. Allemaal vierkante stofjes. En dan heb ik dus het eerste edelsteentje heb ik erin gedaan. Ja, en welke zit nu weg? Dat is een paarse. Ja, de paarse is weg. Dat was een hele mooie. Die ik ook aan jullie had laten zien. Alleen, ik heb niet op opnemen gedrukt, dus je ziet er helemaal niks van. Ik ga jullie verlaten. Ciao. Adios. Oliver. Alright, nou, kaartje eraan. Zal ik het doen? Hele goede knoopjes maken. Kun je hele goede knoopjes maken? Ja. Alright. Nou. Wel heel. Dan mag je hem
Hier ergens zo, hier tussenin. En het knopje maar maken. En dat hij goed aan de tak vast zit. Ga ik de volgende maken. En dit is ondertussen de vloer lava aan het doen hier in huis. Ja. En dan kunnen we hier naar de bank toe. Ja. En naar de andere bank. Ja. En dan kom je hier. En dan ga je bij de step. Ja. En dan ga je zo naar de andere kant. Oh, dat is wel slim. En dan kun je die andere je niet meer pakken. Slim. De eerste paar zijn klaar. Ik moet er hierna nog 5 maken, maar ik moet ook even olie ophalen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. We hebben olie weer opgehaald. Waar ben je? Ga je via de tuin? Ja. Kunnen we ook doen. Gaan we eens even kijken of papa en Ellie beneden zitten. We gaan even kijken of die al er is. Ja, ga maar even kijken of ze er zijn. Klop maar op het raam. Is die op slot? Ja. En dan gaan we papa even bellen. Nee. Heb je al heel hard geklopt? Nee. Nee? Ik bel papa wel even. Ik zie Elliot al. Hey, daar is Elliot. Oh, je moet eerst je schoenen uit, zegt hij, geloof ik. Hij heeft het er heel druk mee. Oh, en daar weer papa. Ik moet niet de schoenen uitdoen. De schoenen moeten op het kleed uitdoen. Oh, op het kleed. Oh ja, we hebben nu een kleed hier inderdaad. Ja. Kun je kijken wat ik voor je heb gemaakt, Olly? Dat kun je morgen uitdelen op school. Alleen, ik kreeg net een berichtje van Juffie. Ja. Dat Juffie zelf ziek is. Maar Juffie Jenny is er gelukkig wel. Kijk, en dan hebben we deze gemaakt, Olly. En dat zijn knapzakjes. Dat is wel leuk, hè? Hoe moet een knapzakje? Zul ik het eerst laten zien hoe het werkt? Ja, wil jij even de knapzak laten zien, Elliot? Dan neem je zo mee. En dan ga je op reis. Ja, want wij gaan op reis naar Spanje. Ja. Vind je ze leuk, Olly? Ik wil wat zeggen. Echt heel erg leuk. Ik kan zo lopen. Jij kan zo lopen. Met een engel. Met een engel. Ja, hey, volgens mij wil Elliot jou wat laten zien. Ja, deze wil ik eerst laten zien. En dan de andere kant. Ja, dat is de tol die hij vandaag heeft gemaakt. En de andere kant komt ook gemaakt. Echt leuk. Nou, volgens mij is het wel een geslaagd uitdeeldingetje. Dit is het uiteindelijk geworden. Een heel mandje vol met knapzakjes. Om morgen uit te delen voor Olly. De jongens zitten nu eventjes lekker voor de tv. Maar vond je nou een leuke video? Doe dan even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Moet altijd even nadenken daar zo. En je ziet ons vrijdag weer in een nieuwe vlog van Theme Park Kids. Dat zal een vlog worden met veel laatste keer dingetjes. Dus ik zou zeggen, kijk vrijdag weer. Oh, en druk even op het belletje. Want dan krijg je namelijk een notificatie als wij een nieuwe video hebben geüpload. Dat is wel zo handig. Tot vrijdag. Yes.